Som 26. Een lege ketel heeft een warmtecapaciteit C van de ketel, hoofdletter C, van 5,1 maal 10 tot de macht 2 joule per Kelvin. In deze ketel wordt 1 liter water, volume is 1 liter, van 15 graden Celsius aan de kook gebracht. Dus delta T kunnen we meteen al zeggen is 100 min 15 is 85 graden Celsius. Is de warmtevraag van de ketel verwaarloosbaar klein vergeleken met de warmtevraag van het water in de ketel? Nou, die moeten we dus beide uitrekenen. En dat kunnen we doen. Eerst maar eens de warmte van de ketel berekenen. Dus de Q van de ketel is gelijk aan C maal delta T. Is gelijk aan 5,1 maal 10 tot de macht 2 maal 85. En dat is, even uitrekenen, 5,1 maal 10 tot de macht 2 maal 85. Is 43.350 joule. Dan gaan we de warmte van het water berekenen. Die is m maal c maal delta t. De m, nou voor de m, die zul je even moeten uitrekenen. M is rho maal v. Dat is ongeveer een kilo, maar niet helemaal. Hè? Dus rho van water, die kun je even opzoeken. Daar komt 0,998 kilo uit. V is 1 liter. Dus M is dan gelijk aan 0,998. Ik moet het even goed noteren. Hè? 0,998 maal 10 tot de macht 3, die rho. En de nette eenheid is kilogram per kubieke meter. Zo, dat is de juiste notatie. En die massa wordt dan natuurlijk 0,998 kilo. Nou, dat kan wel kloppen, hè? Ongeveer een kilo. Vervolgens kunnen we de warmte berekenen in het water. Q is m maal c maal delta t. Is 0,998 maal de C van water, die kun je ook opzoeken. Die heb ik hier staan. De C van water is 4,18 maal 10 tot de macht 3 joule per kilogram maal Kelvin. Dus dat is de energie die ik nodig heb om 1 kilogram 1 Kelvin in graad te doen stijgen. Daar heb ik 4,18 kilojoule voor nodig ongeveer. Dus dat is deze factor. 4,18 maal 10 tot de macht 3 maal delta T, die hadden we al uitgerekend, die is 85. En daar komt dan uit, even kijken, 0,998 maal 4,18 exponent 3 maal 85 is, drukken we even hierop, 354,6 kilojoule. Nou, wat hadden we nodig? Dus dit is 43,4 kilojoule. En nu zie je de verhouding, dat is ongeveer een factor 10. De verhouding tussen de energie die je in de ketel moet stoppen. En dan moet je denken aan ja, dat de ketel dus moet worden opgewarmd om zijn werk te kunnen doen. En de feitelijke energie die naar het water gaat. Daar zit ongeveer een factor 10 tussen. Dus terug naar de vraag. Is dat nou verwaarloosbaar weinig? Nou, ik zou denken van niet. Want 10% die gaat naar het opwarmen van de ketel.